Hi. Hi. Jill. Meisje, welkom. Dankjewel. Wauw, echt een prachtig complex hier bij Den Bosch. En dit is echt jouw club, hè? Ja, klopt. Hier ben ik echt opgegroeid van ongeveer baby af aan. Ik heb veel aan deze club te danken en ik vind ook dat er dan op een gegeven moment zo'n moment komt van payback. Dan moet je het ook terug stoppen in de vereniging. En toen ben ik in het bestuur gegaan om te zorgen voor in eerste instantie dames heen dat alles goed geregeld is. Ja. Maar uiteindelijk komt daar natuurlijk ook de jeugd bij, want we zijn wel een club van opleiden en doorstroom. Ja. En dat geef je dan ook verder voor. Mijntje, een belangrijk aspect binnen een vereniging is het motiveren van vrijwilligers. Was jij daar bewust mee bezig? Nou, ik weet niet of ik daar zeker in mijn begin zo bewust mee bezig was. Mm-hmm. Maar je weet natuurlijk wel, als je iets voor elkaar wil krijgen, dat kun je niet alleen als bestuurslid. Je hebt daar mensen voor nodig om je heen die je daarbij gaan helpen. Ik vind het dan altijd wel belangrijk om mensen heel duidelijk aan te geven van, weet je, dit is wat we willen en dit is wat we ervan verwachten. En ook hoeveel tijd iemand daarmee kwijt is. Hè? Dat iemand echt wel goed weet waar hij aan begint. Ja. Voordat hij ja zegt of nee zegt. Dus dat vind ik wel heel belangrijk. Ja, en als jij betrokken bent bij die vrijwilliger, is die vrijwilliger ook betrokken bij die vereniging. En dan gaat het over het algemeen eigenlijk altijd goed. Maar je moet wel een beetje in gesprek zijn met elkaar en elkaar echt willen helpen. Mm. Ja, en dan kan complimenten geven natuurlijk. Als iemand iets goed doet, moet je daar ook blij mee zijn. En, en moet je daar ook echt iemand mee prijzen. En laten zien ook in zo'n vereniging van, we zijn echt blij met iemand die doet goed werk voor ons. Heb je een voorbeeld van hoe jullie dat dan deden? Echt iemand even in het zonnetje zetten misschien? Nou, ik denk ten eerste is gewoon veel complimenten geven. Daar worden mensen natuurlijk altijd blij van. Maar ik denk vooral dat je moet proberen om die vrijwilligers bij elkaar te houden. Dus ja, een commissieavond te organiseren waar je met z'n allen gaat eten of iets leuks gaat doen of iets moois gaat maken voor de vereniging. Als bestuurslid wil je zelf natuurlijk ook complimenten krijgen, want je werkt er ook hard voor, je stopt er veel tijd in. Ja. Mijn ervaring is dat je dat niet altijd krijgt. Hoe vind jij dat? Hoe ga je daarmee om? Nou, dat is op zich wel herkenbaar. Dat op de een of andere manier, je bent bestuur, dus je bent uithangbord van de club. Maar mensen weten je dus ook heel goed te vinden. Met name op de momenten dat er dingen zijn die in hun ogen niet of beter geregeld zouden kunnen worden. Ja, en ik merk ook wel binnen bestuur dat soms dan wel even slikken is. Ja. Jij hebt dat denk ik ook ervaren. Hoe ga je daar dan mee om? Ja, weet je, je kan niemand dwingen om je compliment te geven. Hè? Dus je kan je leden daar niet toe dwingen en dat hoeft ook helemaal niet. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat je binnen je eigen bestuur zelf in ieder geval wel de complimenten uitdeelt aan je medebestuursleden. Van hey, dit project, het is goed gegaan, we hebben het goed afgesloten. En dat je iemand daar de complimenten voor geeft en ook gewoon vertelt dat je daar trots op bent en dat goed gegaan is. Ja. En ik denk als je dat onderling aan de bestuurstafel doet, dat andere bestuursleden het ook vervolgens terug gaan geven aan jou. Ja. En ik denk dat gewoon wel belangrijk is. Want ja, je krijgt natuurlijk ook wel af en toe iets over je heen vanuit de leden. En dat is niet altijd even leuk.